Hallo, welkom bij onze volgende vlog. Welkom allemaal. Ja, zeker. Zeker. Bijna wel, ja. Hey, dat is een reclame. Ja. Maar ook speciaal welkom aan onze nieuwe abonnees. Top dat jullie erbij zijn. Hartstikke leuk dat er weer nieuwe mensen aanhaken. Ja, in deze vlog dan zitten we echt in het laatste stukje van Marokko. Ja. We zijn naar Chefchaouen. Zijn we geweest, het blauwe dorpje hier in, of ja, hier in Marokko. Wij noemen maar het Smurfdorpje. Ook het Smurfdorpje waar we in Spanje hebben gehad. Maar dit was, ja, was beduidend mooier en leuker. Het is echt een heel supergaaf dorp. Ook groter, hè? Ja, groter. Maar ja, daardoor ook wel weer toeristisch. Dus, maar het is zeker een aanrader om daar naartoe te gaan. Ja, daarna zijn we naar Ceuta zijn we gereden, dus de grensovergang. Nou ja, dat heeft wel even een aantal uren in beslag genomen. Heel de camper moest leeggehaald worden, de aanhanger moest leeg. Koeien is nog een keer gecontroleerd. Door de bodem van de camper. Ja, want dat was eigenlijk wat we nog van tevoren hebben gedaan. Voordat we de grensovergang zijn we dus bij de dierenarts zijn we geweest. Ja, die komt later in de vlog komt even terug. Ja. Dat is eigenlijk toch wel belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden. In ieder geval voor ons, want ja, we zijn er eigenlijk toch wel twee keer tussenuit gehaald. Op de heenweg en op de terugweg. Ja, we kunnen gewoon niet riskeren. Nee, nee, zeker niet. Dus wij zijn in ieder geval blij dat we het gedaan hebben. Ja, daarna zijn we dus in Spanje aangekomen. Ja. Dus de overtocht weer gemaakt met de boot. Ja. En zijn we naar, moesten we de drone nog even gaan halen. Daar hebben we ook een stukje van gefilmd. Ja, er zit ook een heel verhaal aan. Was ook al iets speciaals. En, maar dat was uiteindelijk weer ook gelukkig allemaal goed gekomen. En ja, toen naar Tormalinos toe. Hadden we, de camping hadden we hier besproken. Vrienden die zijn hier naartoe gekomen. We werden ook nog verrast dat er ook nog een stelletje extra bij was. Dus helemaal top, helemaal gezellig. Ja. En ja, daar hebben we de kerst hebben we daar al mee, of nee, de kerst hebben wij zelf doorgebracht. De kerstavond en de eerste kerstdag. En af de tweede kerstdag ja, zijn we eigenlijk vergezeld door vrienden weer vanuit Nederland. Dus dat is super gezellig. Ja. En dan gaan we de aankomende dagen tot en met nieuwjaar gaan we daar ook mee doorbrengen. Vergeten we verder nog iets wat we nog moeten melden voor deze vlog? Kijk ik jou aan? Nee? Nee, ik denk het niet. Nee. Het enige wat we kunnen zeggen is geniet ervan. Ja. En dan spreken wij jullie straks weer. Ja, veel plezier met kijken. Veel plezier met kijken. Tot strakjes. Doei. Bye. I know my circles, I know my name.
Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. In time, we seize infinity. Grow in love, grow in love. Hello, my borders, hello again. Hello, my heart beats, hello again. Between the worries, we head for land. I will be fighting to hold the line. We're never hiding, we never lie. And you'll be going strong. And I know there is a reason. Now we're ready to be whole. Yeah, ready to be whole. Ba-da-bum, 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 ba-da-bum. And I'll be coming home. And you'll be going strong. My love, infinity. So free. And I'll be coming home. Weer zover. Ik zit er even te wachten hier. Annemarie die is naar de Carrefour toe. Onze laatste boodschap doen. Voordat we morgen eigenlijk weer terug gaan naar Spanje. Maar ja, we zitten hier nu in Tetuán. We hebben voor onze Quibus zijn we net 3 uurtjes bij de dierenarts geweest. Eigenlijk alleen maar zitten wachten, want zoveel papierwerk moeten ze doen om die gezondheidsverklaring te krijgen van Quibus. Je hoort wel eens verhalen dat het soms wel moet, of mensen die het niet doen, want er wordt toch niet op gecontroleerd. Ja, wordt er wel op gecontroleerd, dan ja, kun je natuurlijk wel een probleem krijgen als je met hem bij de grens staat, dat je dadelijk in quarantaine moet. Dus ja, wij hebben ervoor gekozen om toch gewoon hier een dierenarts op te zoeken. En zorgen dat de papierenwinkel gewoon helemaal in orde is. Nordi heeft ons daar gelukkig bij geholpen om deze dierenarts te contacteren. Ze wilden in eerste instantie eigenlijk ook nog zijn Arabisch rapport gaan verifiëren met Nederland. Met het laboratorium van Wageningen. En ja, toen zei ik van ja, we moeten morgen gaan varen. Dus naar de overkant. Dat schiet niet echt op. Ik zou graag hebben dat jullie dat nu doen. Ja, nee, we sturen een e-mail en daar wachten we op. Nou, op een gegeven moment hij zei wacht maar even. Ik ga even kijken. Bellen. Goedgekeurd. En toen ging heel de papierhandel eigenlijk. Het werk ging aan de gang.
Ja, dus zijn we 3 uur zijn we daarmee bezig geweest. In totaal de kosten 360 dirham, dus ja, minder dan 36 euro, 34 euro. En het is gewoon geregeld, dus dat is gewoon top. En daar kunnen wij mee vooruit. Ik zal het adres van hun zal ik hierbij zetten. En dan, ja, voor de mensen waar het voor nodig is, die kunnen het dan nog gebruiken. Laters. Que se reviente un chico. Así me está gustando. Así mismo. Sí. Súbeme la bocina. Dit was mijn kastje. Het slot eruit. Drone weg. Had ik hier dus niet gelezen. Dat hij na 15 dagen wordt hij dus leeg gehaald. En dan moeten we even wachten. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt. Maar hier kun je dus gewoon de spulletjes kwijt. En dan straks nog even weten hoe dat af is gelopen. Rappapa. Rara, we zitten hierin. Ja, we zijn bezig met bedetjige aan het maken. Zo, ons Koreaanse... Koreaans recept met Marokkaanse producten. Ja, juist. Bedetjige is eigenlijk arme stuw. Je krijgt er eens uit. Ja. Boom! Zij vaker. Maar dit moet eigenlijk, wat moet het eigenlijk zijn? Ja, het moet eigenlijk de ham zijn, hè? Ja, smack. Smack. Ja. Mensen, daar heb ik het voor gekocht. Ja, spam in Korea. Spam. Ja, spam was daar. Nou. Ja, hier is het wel. Ja, juist. Ja, hier is het wel. Ja. Het is uit Schiphol, dat is wel een slijk wel. Maar we hebben onze schaal vanuit Korea hebben we er ook nog bij. We hebben eigenlijk alles meegenomen. Die zien we zo meteen. Ja, kan er wel in. Ja. Zo verantwoord. Ja, het ziet er zo een beetje uit als leverworst. Maar ja. Dat is het toch niet, of wel? Ja,
twijfel. Ja, maar het is wel net zo hard als... Ja. Als smack. Ja, jij bent er niet zo kapot van, hè? Nee. Bal als gewoon in die billetje mee erbij zit. Ziet er puntgave uit. Ja. Maar jullie gaan er zo meteen meer zien als het schaaltje klaar is. Nu ligt het lekker te borrelen. Dan moeten we nog even wachten. Geduld hebben. Geduld hebben. Het is zover. We kunnen gaan proeven. Yummy, yummy. Dus, we hebben de rijst. De bedetsige. Oftewel arme stuw. Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we eten? Rijst in het schaaltje. Groente en het vlees hierbij mengen. Zal ik het voordoen dan? Ja. Het is ook altijd wel plakrijst. En dan schep je het hieruit. En dan zo lekker erbij. Lekker mengen. En eten maar. Yummy yummy. Dit is onze eerste kerstdag menu. Ja. Komt goed. Zeker wel. Is helemaal lekker. Ja. Dan smaken we mee. Bedankt voor het kijken. Dat was je dan weer voor deze week. Volgende week hebben we helaas even geen vlog. We doen het even zelf even rustig aan hier. Dus we blijven ook alleen maar een beetje tourmalines rondhangen. Wat we hier meemaken zullen we in de volgende vlog dan wel meenemen. Ja, we willen jullie ook alvast een hele fijne jaarswisseling wensen. Ja, heel veel plezier allemaal. Heel veel plezier. En dan zien jullie volgende week. Dus... Als jullie het leuk hebben gevonden, duimpje omhoog. En abonneren. De groeten, ciao ciao. Doei doei.